Jos, het doek is vanavond definitief gevallen tegen FC Utrecht. Uh, hoe sta je hier nu? Ja, het is geen uh, onverwachte klap die je krijgt, maar uiteraard wel een klap. Dus Ja, het is de bevestiging die uh, er niet onverwachts komt, maar daardoor wel uh, nog steeds heel vervelend is. Je hoopt uh, nou ja, deze wedstrijd jezelf nog te kunnen laten zien. In ieder geval dat het er vanaf spatte. Um, heb je dat vandaag teruggezien of dat de dat jongens graag willen? Ja, het gek is, van de eerste helft weer, tot minuut 35 is er niks aan de hand. Aan de bal hebben we controle, zonder echt gevaarlijk te worden. Maar er tegenover stond één bal die saai van de lijn haalt. Dan zat je echt wel de controle, maar ik tip het twee keer met je ogen... ...en het staat 0-2. Nou, dat is helaas heel typerend voor hoe het seizoen, maar ik denk hoe het hier anderhalf jaar gaat. Uh, het voetballen, uh, echt wel veel goede dingen in. Maar in de beide 16 meter is niet goed genoeg. Uh, de twee kopballen, allebei tussen twee mensen in volgens mij. En ja, die kunnen ze dan toch binnenkoppen. En de derde goal is daar helemaal exemplarisch voor. waarom je staat waar je staat. Kelvin, je bent een van de jongens die fantastische jaren ook heeft meegemaakt. bij Cambuur. Nu valt definitief het doek voor degradatie. Hoe hard is die klap? Uh, ja, als je degradeert is het altijd vervelend. Um, maar om eerlijk te zijn, zagen we dit wel aankomen. En nu definitief is het. Ja, Um, nogmaals, we zagen het aankomen. Dus in dat opzicht valt het mee. Maar het is nooit leuk. Kun jij je vinger erop leggen waarom het niet gelukt is uh, dit seizoen? Nee, dat is lastig. Uh, weet je, als team doe je je best. Je probeert wat. Um, ja, ik, ik denk dat we, dat we het seizoen naar behoren beginnen. Zeg maar, als je de eerste wedstrijd neemt tegen Excelsior, waar je zeker. Zeker acht, acht opgelegde kansen krijgt die je dan niet maakt. Die verlies 2-0. En ja, ik denk vandaag uh, is ook typerend voor het hele seizoen, denk ik. Je hebt uh, gepoogd uh, om dingen anders te doen, om het om, het om te gooien. Uh, ja, kun je je de vinger opleggen waarom dat dan toch niet gelukt is dit seizoen? Ja, ja toen ik kwam heb ik natuurlijk uh, teruggekeken naar het jaar daarvoor. We weten dat in dat jaar maar vier wedstrijden gewonnen waren. Dus dan weet je, ja, we kunnen wel doorgaan zoals we bezig zijn. En doen alsof alles goed gaat. Maar dat is niet zo. Dus we moeten dingen anders. En we hebben geprobeerd de groep dan te veranderen in een soort vechtmachine. Dat we een paar keer kunnen aantikken. Groningen uit. NEC uit. Emmen uit. Redelijk. Eagles thuis. Maar dat waren momenten. We hebben geen vastigheid kunnen krijgen. Eh, Waardoor we te vaak als het om ging. Niet thuis gegeven hebben. En dat. Uh, uh, die anderhalf jaar heb ik er niet van gedaan. Maar die verantwoordelijkheid voor dat er niet in krijgen. Die voel ik heel erg. Dat niet gelukt is om tegen... Fortuna 1-0 voor, Emmen 1-0 voor, Heerenveen 1-0 voor. Ja, ik kan er nog een paar op noemen. Om dan een ploeg te hebben die zet het 1-0. En het blijft 1-0. Wat er ook gebeurt, we geven dit niet weg. En dat is mij niet gelukt om erin te krijgen. Dan uh, ja, klinkt het fluitsignaal. Ben je, ben je dan boos na afloop? Of wat, wat zeg je dan tegen de groep? Nou, ik heb ze vooral opgeroepen uh, uh, dat de grootste uitdaging van hun hele carrière komt. Nog drie wedstrijden spelen. Uh, zonder dat de stand je nog kan motiveren. Maar toch vind ik dat je naar alles toe, uh, jezelf, je team, je club, naar de competitie toe, echt nog drie keer er moet staan. En dat is een, uh, een grote uitdaging naar je ook wel hebt als sportman. Want je wil uitgedaan worden door finales of prijzen die je kan pakken of dingen die je kan behalen. Maar nu moet je toch erg uit je tenen halen dat je nog steeds drie keer er gaat staan. Dus ik heb ze opgeroepen om een manier te vinden dat toch voor elkaar te gaan krijgen. Uh, wat ben je verplicht vind ik. Ik denk ook dat jij zelf misschien wel een ander einde had voorgesteld van, van zo'n mooie periode bij Cambuur, of niet? Ja, zeker weten. Zeker weten. Vooral met, met wat we hebben meegemaakt hier oh, uh, Dat we weer op dit podium mochten aantreden in de eredivisie. En. Uh, dan is het vervelend dat het zo eindigt. En heel zonde dat, uh, dat we nu weer zijn gedegradeerd. Wil je nog wel iets tegen uh, de sporters ook zeggen? Nee, sowieso. Uh, zijn we ze heel dankbaar dat ze, dat ze iedere wedstrijd achter ons hebben gestaan en uh, ons er uh, soms doorheen hebben geholpen. Uh, doorheen hebben geholpen ja. En um, ja, ik wil vragen of ze, of ze achter ons kunnen blijven staan dit seizoen en ook het volgende seizoen.